Dit was Vahan Artsrouni uit Armenië. Goedemiddag iedereen en welkom bij Babylonië hier op Radio Centraal. We gaan het vandaag dus eindelijk eens hebben over het Armeens. Daar zijn we toch al een paar maanden over aan het spreken. Maar vorige week hebben we ons interview kunnen doen met iemand van de VZW Ardia. En dan met name mevrouw Manyak Martirosyan. We hadden hier en daar wel een beetje probleem met de verbinding. Dus hier en daar zit er een beetje storing op de lijn. Waarvoor onze excuses. Goedemiddag Ies. Dag Kevin. Nog eens niet in de studio deze keer, want het is vooraf opgenomen. Voilà, we gaan het dus over Armeens hebben. En we hebben daarvoor ook iemand uitgenodigd in onze virtuele studio hier. Manyak, uw achternaam, moet je zeggen hoe je dat juist uitspreekt? Goedendag, mijn achternaam is Martirosyan. Martirosyan, ja. Dus eigenlijk min of meer zoals geschreven staat. Nou ja, ik ben daar nooit echt zeker van. En, en jouw voornaam is Manyak dan? Want het accent ligt meestal op de laatste lettergreep, zeker in het Armeens. Inderdaad, ja. In het Oud-Armeens betekent halsketting. Halsketting? Oké. Okay. Ja, dat en we kunnen eigenlijk als begroeting, een grappige begroeting in deze context, beginnen met hi. Want dat zijn jullie, hè? Ja, hi betekent toch hi. Hi, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Hi. Hi okay, is dat... Armeniërs, ja? Ja. Ja. Oké, okay, dus hi bij deze. Dat is... Heeft het Engels dat uit het Armeens overgenomen of zo? Misschien wel. Misschien, wie weet. Oké. Okay. Maar goed, misschien eerst even voordat we het over Armeens en de cultuur en zo gaan hebben. Jij zelf bent van een organisatie die heet Ardia VZ2. Ja. Wat doet die juist? Ardia is opgericht door Sergei en Naira Vartanians. Ze hebben eigenlijk inderdaad een organisatie te creëren waarbij Armeniërs in Antwerpen en in provincie Antwerpen kunnen terecht om enerzijds hun eigen kinderen te laten kennis maken met Armenië, Armeens en Armeense cultuur. Anderzijds ook de ouders die in de jaren 90 naar hier zijn geëmigreerd, dat zij ook Nederlands kunnen leren. Dat is eigenlijk een soort van ontmoetingscentrum waar de twee culturen met elkaar in aanraking konden komen. Ah ja, dus het is echt een combinatie van wat integreren, maar ook de eigen cultuur bewaren. Ja, de twee. Ja, inderdaad. Misschien ook eens even ineens situeren Armeens. Ik denk dat de meeste mensen daar wel al van gehoord zullen hebben en ongeveer zullen weten van waar het komt. Je hebt het land Armenië, maar het Armeense taalgebied is blijkbaar ook wel iets groter dan dat. Iedereen weet ondertussen wel dat er in Turkije ook Armeniërs wonen en nog in andere landen. Ja, die Armeniërs, van waar komen die eigenlijk? Eigenlijk als we praten over Armenië, Armeense cultuur en Armeniërs, dan praten we over een cultuur die meer dan 5000 jaar oud is. Dus we hebben eigenlijk van prehistorische tijden tot nu toe in het gebied waar nu Armenië is en ook een stuk Turkije en een stuk Iran, dat er altijd de mensheid sinds millennia voor de Christus heeft gewoond. En dan kunnen we praten over eerste Armeense rijkdommen zijn ontstaan in de 13e, 12e eeuw voor de Christus. En ja, door de geschiedenis, door de jaren, millennia heen, zijn wij tot nu toe, tot een heel klein landje veranderd. Eigenlijk bijna even groot als België op dit moment, maar in de glorietijden van Armeense rijkdom, en dat is tweede eeuw voor, een grote rijk die tussen de drie zeeën groot was, dus van zee tot zee, zo noemden wij Armenië van zee tot zee, en dus tussen de Zwarte Zee, Kaspische Zee en Egeïsche Zee was er een grote rijk. Het heeft niet lang geduurd en eigenlijk sinds de 4e eeuw is het bergaf gegaan met Armenië. De laatste rijkdom die we hebben gehad was in de 13e eeuw. En dan begint het verhaal van Ottomaanse Turkije en
ja, tot het begin van de 20e eeuw hebben we eigenlijk geen land als toestandig gehad, maar altijd verdeeld tussen verschillende landen. Mm-hmm. En bij de Eerste Wereldoorlog hebben wij ook Armeense genocide moeten meemaken, waarbij 1,5 miljoen mensen zijn gedood op een of andere manier. En heel veel mensen zijn in die tijd ook Ottomaanse Turkije moesten verlaten en naar andere landen gaan. Een groot deel in Europa, in België, in Frankrijk, in Italië terechtgekomen. Ook een deel in de Verenigde Staten terechtgekomen. Dus vandaar dat we eigenlijk op dit moment hebben we ongeveer 3 miljoen Armeniërs in Armenië zelf. Hier hadden we weer even verbindingsproblemen, dus kunnen we hier knippen met een liedje. En je kan blijkbaar in het Armeens ook de tango dansen met de Of Sirun Element Band. Oké, goed, dan kunnen we voortgaan. Hè. Waar waren we eigenlijk gebleven? Ja. Dat weet ik niet meer. Dat er meer diaspora is dan... Ja, er was inderdaad meer Armeniërs buiten dan binnen Armenië. Ja. En dan komen we eigenlijk terug waar we begonnen waren met die organisatie van u. Ardia heet die. Dat is dan eigenlijk een diaspora-organisatie. Hoe georganiseerd is die diaspora eigenlijk? Is Ardia, dat is overkoepelend voor heel Vlaanderen of België? Nee, Ardia is eigenlijk een redelijk kleine organisatie die vooral in het Antwerpse bezig is. In België zijn er ongeveer 30.000 Armeniërs en er zijn heel wat verschillende organisaties die in verschillende steden, vooral in de grote steden, zich bezighouden met culturele activiteiten. En er zijn inderdaad overkoepelende organisaties van Armeniërs van België die ook proberen een of andere voor diaspora te organiseren. En is er dan ook een Europese koepel of een internationale koepel? Op dit moment niet, maar er zijn wel actieve linken met organisaties in verschillende landen in Europa, inderdaad. Ja. Zeg, en welke taal spreek jij eigenlijk? Er is, heb ik gezien, een West-Armeens en een Oost-Armeens. Inderdaad, er zijn twee varianten van varianten van de taal. Zo'n beetje als Nederlands in Nederland en Nederlands in Vlaanderen. Inderdaad, je kunt op die manier vergelijken. Ze zijn niet zo verschillend om als aparte taal beschouwd te worden, maar zijn toch heel wat belangrijke verschillen. Ja. Ze zijn onderling verstaanbaar dan eigenlijk. Inderdaad, dus, ja. Okay. Ja. Maar er is wat uitspraak en vocabulaire dat anders is misschien. Inderdaad, uitspraak, vocabulaire, de grammatica is ook een beetje anders. In het Oost-Armeens is er in de jaren 20, 30 en 40 wat een aantal zaken veranderd tijdens de Sovjet-Unie. Terwijl in het West-Armeens hebben zij die veranderingen niet aanvaard en beslist om die toch niet uit te voeren. Waardoor ook op niveau van grammatica zijn er verschillen op dit moment. Ja, dus het Oost-Armeens is dan de taal die in die Sovjet-Republiek gesproken werd? Vooral, ja. Ja. En het West-Armeens? Het West-Armeens is vooral wat nu in Turkije valt. Dus in dat stuk werd vooral West-Armeens gepraat. En natuurlijk de mensen die van daaruit gevlucht zijn naar andere landen, die praten ook West-Armeens. Dus de mensen die hier in België zijn, spreken eigenlijk allemaal West-Armeens? Mensen die naar België zijn gekomen na de Eerste Wereldoorlog of net of tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want je hebt ook een tweede wave van tweede golf van migratie en die is vooral na de val van Sovjet-Unie in de jaren 90 en die mensen spreken wel Oost-Armeens. En ook mensen die van Iran komen, van Syrië, ze spreken ook Oost-Armeens. Mm-hmm. En komen die twee groepen van migranten eigenlijk overeen? Vooral in de Brusselse zijn er echt goede linken tussen die twee gemeenschappen. Er is ook nog een klassiek Armeens, heb ik gezien, het Grabar. Ja. Grabar is oud-Armeens, klassiek Armeens kan je ook noemen, die werd gesproken en geschreven tot middeleeuwen ongeveer. Mm-hmm. En wordt die taal nog gebruikt? Die taal wordt nu gebruikt alleen voor wetenschappelijke doeleinden.
toch wel echt nog actief. Het is niet alleen een taal die gebruikt wordt in de kerk of zo, zoals Nee. Dus, inderdaad, dat wordt gebruikt in de kerk ook, maar in Yerevan hebben wij Matenadaran. En Matenadaran is er eigenlijk een plaats waar er duizenden manuscripten geschreven vanaf de 5e eeuw bewaard worden. En ja, in al die manuscripten staat het, alles staat geschreven in Grabar, in Oud-Armeens. En er zijn heel veel studies die daar gebeuren. Er zijn ook vertalingen van studies die toen in der tijd gedaan werden in Byzantium, in Griekenland, hier ook in Europa dus. En die vertalingen bestaan alleen in het Armeens. Dus originele bestaan er niet meer, maar de vertaling is wel gebleven. En dat is allemaal in Oud-Armeens, in Grabar. Dus als de mensen willen meer leren over die periode, moeten ze dat wel in Oud-Armeens doen. Ja, maar is het voor alle wetenschap? Ik bedoel, als mensen bijvoorbeeld zich met kernfysica gaan bezighouden, is dat dan ook in Grabar? Of Historische. Maar natuurlijk, daar heb je ook inderdaad ook studies over de ruimte, studies over de mens, de biologie, de rechten van de mens. Die zijn allemaal in Grabar geschreven. En als mensen ook de geschiedenis van fysica of de geschiedenis van biologie in die tijd willen bestuderen, dan moeten zij wel in die taal doen, hè. Is er eigenlijk aandacht in Armenië op de scholen voor dat Oud-Armeens? Een beetje. Je leert wel een aantal zaken. Ik weet bijvoorbeeld nu ook een versje in de Oud-Armeens. Okay. Maar het is niet dat je dat gaat leren zoals hier bijvoorbeeld Latijns wordt geleerd in de ASU. Dat niet. Mm-hmm. Dus een beetje vergelijkbaar met dat ze in IJsland zo die oude sagen ook op school krijgen. Ja, waarschijnlijk. Ja. Niet met de bedoeling om de taal actief te gaan beheren. Nee. Alleen die mensen die echt zich willen verdiepen in geschiedenis van Armenië, in geschiedenis van wetenschappen in Armenië, die gaan zich wel verdiepen daarin, maar gewone burger gaat dat niet doen. Trouwens, dat Armees, dat is een deel van onze grote Indo-Europese taalfamilie. Inderdaad. Dus eigenlijk ook van veraf verwant met ons Nederlands. Zijn er nog echt opvallende gelijkenissen zo, nog restantjes? Ik vermoed dat er nog wel heel oude woordenschat of zo misschien. Inderdaad, het is wel, Armenië is, het Armeens is eigenlijk een deel van Indo-Europese talen, maar die taal kan je niet in een of andere familie steken. Het is echt een aparte tak. Ja, net zoals Grieks, hè? Ja. Of Albanese, zijn echt totaal aparte takken zo. Hè? Ja. Maar je kan bijvoorbeeld woorden vinden die wij in het Armeens gebruiken. Bijvoorbeeld gazar, betekent wortel. En gazar wordt op dezelfde manier gebruikt in Indische taal. Maar je hebt ook bijvoorbeeld deur. In het Engels door. Ja. En in het Armeens door. Ja. En als je weet dat in het Engels bijvoorbeeld de twee o's naast elkaar soms oe worden uitgesproken als oe, bijvoorbeeld in het woord afternoon of soon, dan weet je ook door, door en in het Armeens door. En de familienamen? Vader, moeder, broer, zus? Wat is dat in het Armeens? Wat is moeder? Mair. En vader? Hair. Ja. En broer? Jechpair. Oei, dat is iets helemaal anders. En zus? Koeis. Ah ja. Ah, is er geen woord voor vrouw dat een beetje op queen lijkt? Kin. Inderdaad, kin. Ja, ja. Kin. De telwoorden? 1, 2, 3, 4. Mek, jerku, jerek, chors, ding, wets, jot, ut, in, taf. Ja, daar zitten van veraf zit daar toch wel duidelijk zo die Indo-Europese stammen in zo. Wel wat zo linken met andere talen, zo denk ik wel. Maar over kin en queen had ik eigenlijk nooit gedacht. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie. Want als ik kijk naar de Armeense cultuur zelf, de vrouw heeft altijd
evenwel belang gehad als de man. Dus eigenlijk heb je in de taal zelf ook die gelijkheid tussen man en vrouw. Bijvoorbeeld in het Armeens hebben wij niet, zoals hier in België bijvoorbeeld, in het Nederlands bijvoorbeeld, hij, zij of het, die, dat bestaat niet bij ons. Nee. Dus alle woorden zijn neutraal. Je hebt geen mannelijke of vrouwelijke namen. Nee, ook niet in de pronomina. Er is ook geen hij, nee. Nee. Er is geen, geen grammaticaal geslacht, noemen ze nee. dat. Ja. Inderdaad, grammaticaal geslacht, dat hebben we niet in het Armeens. Dus dat is ook een taal vanaf, ja, dat, ja, sinds het begin dat er een gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Dus heb je ook geen geslacht, grammaticaal geslachtverschil nodig in de taal. En ja, en eigenlijk wordt de vrouw ook een beetje, de woorden zijn eigenlijk heel belangrijk figuur in gezinsleven, in de familie. Dus kin, queen. Dat, ja, dat is een oude wortel voor het woord vrouw. En, ja. En queen komt daar vandaan. Zeg, en zijn er dan ook, jullie hebben een geschiedenis met dynastieën en zo, zijn er dan ook veel koninginnen geweest? Ja. Niet alleen koningen, maar ook koninginnen. Ja. Ik was eigenlijk aan het kijken. Ik wilde nu geen geschiedkundig interview van maken. Ja, mijn geheugen ook een beetje te verfrissen. Ik zal niet zeggen dat er specifiek een vrouw als queen, als koningin is geweest. Dat je kan vergelijken met Cleopatra bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld queen van Engeland. Nee, dat hebben we niet echt gehad. Maar stel je voor dat de koning weg was. Of er is iets gebeurd met de koning. De koningin nam de macht over. En die kon dan verder leiden totdat de koning terug was of totdat er een nieuw koning werd gekozen. Wat is knie in het Armeens? Sorry, wat is? Knie. Knie, zung. Tung, tja tja. En nee, voet? Zung, zung. Z-u-ne-ke, zung. Tung. En voet? Vodk. Ah ja. En hart? Siert. Ah. Kijk, al mijn opzoekingswerk voor niks. Ik had ergens gevonden dat die allemaal heel herkenbaar waren, maar... Maar vodk, dan ja, wel. Ja, voet wel. Ja. Moeder en vader waren ook wel heel duidelijk, hè? Ja. Ja, meider of wat was het? Meider? Ja. Dat is echt Indo-Europees, dat woord natuurlijk. Mm-hmm. Maar je hebt ook koe, kou in het Engels en kof in het Armeens. Ja. Hetzelfde beest, duidelijk. Mm-hmm. Want dat is dan misschien ook iets wat alleen nog op het... Misschien dat ik de dingen die ik heb gelezen alleen op het grabar slaan en niet op het moderne Aramees. Mm-hmm. Maar ik las dat er naamvallen zijn. Ja, zes nog zeven naamvallen. Dat wordt nog gebruikt, actief. Ja, dat wordt nog actief gebruikt. Zeven naamvallen, inderdaad. Zoals in het Duits, zullen we maar zeggen. Maar dan meer. Nog meer. Ja. Dat is, ik denk dat dat zelfs meer is dan in het Latijn. Latijn had er zes of zo, denk ik. Ja. Okay. En hier zijn er zeven. Geen vocatief, maar wel een locatief en een instrumentalis. Zeg ik. Jij hebt je huiswerk gedaan. Ja, dat vind ik interessant, hè. Ja, om de een of andere reden hebben wij iets met naamvallen. Ja, de taal, als je zo op internet... Men is op internet gaan zoeken naar teksten om zo gewoon eens te lezen, maar het probleem is, dat heeft een eigen schrift dat ik nog niet kan ontcijferen. Dus ik kon geen teksten lezen, wat ik wou gewoon eens kijken, hoe zien die woorden er eigenlijk uit? Kan ik daar iets uit ontcijferen? Maar het heeft een eigen schrift. En ik vind dat eigenlijk wel een vrij mooi schrift, zo heel sierlijke krulletjes en zo. Is dat al uit en van waar komt dat eigenlijk? Eigenlijk hebben wij al in de 6e eeuw ongeveer, voor de Christus, hadden wij ook al ons eigen alfabet. Maar die werd eigenlijk niet zo vaak gebruikt. Er werd meer gebruik gemaakt van andere alfabeten. Vanaf de christendom, dus we zijn ook het eerste land die christendom als staatsreligie heeft verklaard. En dat was in 301 na de Christus. Dus in die periode werden al die boeken die in het Armeens geschreven waren, die werden allemaal vernietigd. Dus dan hadden we niks meer.
En tegen 405 hebben ze gezien dat eigenlijk alles, alle kerkelijke diensten gingen in het Grieks. En gewone mensen konden dat niet meer verstaan. Dus het was echt nood om eigen taal te ontwikkelen. Zowel om de christendom meer voor gewone mens verstaanbaar te maken, maar ook eigen culturele eigenheid te kunnen bewaren. Want op dat moment waren we eigenlijk een soort van oorlogsgebied tussen Byzantium en Perzië. En op dat moment kreeg een kerkdienaar, Mesrop Mashtots, kreeg de opdracht om inderdaad het Armeense alfabet te ontwikkelen. En heeft verschillende talen bestudeerd op dat moment. De verhouding tussen klank en de letters. Op welke manier de taal kan zich uiten in schriftelijke taal. En Grieks bestudeerd, Latijns bekeken, dit en dat. Dus heel wat verschillende systemen ook van Perzië en van die omringende landen. En ja, dan heeft hij op basis van die oud-Armeense letters een nieuw alfabet bedacht met 36 letters. Dus vanaf 405 hebben wij ons eigen alfabet. En vanaf dat moment werden ook heel veel boeken geschreven, heel veel vertalingen gemaakt van andere talen. De Bijbel werd ook vertaald in het Armeens. Ja, dan wordt het al eigenlijk een heel belangrijk centraal punt voor cultuur en Armeense identiteit. Dat zijn nog altijd diezelfde 36 tekens die jullie gebruiken. Die zijn nog altijd 36 letters die wij gebruiken. Ergens in de middeleeuwen zijn er nog 3 letters toegevoegd. De laatste 3 letters zijn in de middeleeuwen toegevoegd. Jef, O, F. Maar die andere 36 zijn nog steeds dezelfde. Ja, je zei daarnet dat de Bijbel werd vertaald. Wanneer is dat gebeurd? Want dat is lange tijd wel een heikel punt geweest om Bijbelvertalingen in volkstalen. Daar is hier in Europa toch heel wat gezever over geweest. Dat weet ik niet eigenlijk. Moet ik dat zelf gaan opzoeken wanneer de eerste Bijbel is vertaald geweest naar het Armeens. Nee. Maar het zal echt die, vanaf de 5e eeuw ergens dan gebeurd zijn. Dan al. Ja. Dan was men daar in Europa eigenlijk nog over aan het vechten eigenlijk. Hè, nog niet. We waren daar nog niet. Nog niet, we waren zelfs nog niet op die fase dat er werd gedacht van, misschien moeten we dat toch eens doen. Wat is ook heel opmerkelijk voor Armenië is dat inderdaad in begin 5e eeuw, 405, is er een eigen alfabet gecreëerd. En dan in de 5e eeuw, de 5e eeuw noemen we ook een gouden eeuw voor Armeense literatuur. Want ineens ontstaan er enorm veel boeken, cultuur, literatuur, geschiedenis. Er werd zoveel geschreven in die periode dat echt wordt beschouwd als gouden eeuw voor literatuur in Armenië. Ja, dat is, als je dan inderdaad zo'n standaardwerk als de Bijbel vertaalt, dan heeft iedereen ook ineens een referentiepunt van kijk, dit is de taal zoals wij die nu allemaal gebruiken. Dat is eigenlijk met de Koran en het Arabisch ook gebeurd. Maar als er eenmaal zo'n boek is, dan is er ineens een standaardtaal. Ja. Zeg, en je zei daarnet dat er in de Sovjet-Republiek nog wat aanpassingen aan de taal zijn gebeurd. Was dat dan ook aan het schrift? Aan het schrift niet, maar aan de manier waarop, vooral de grammatica, op de manier waarop de woorden worden geschreven. Daar werd wel verandering in gebracht. Ja, dus niet het schrift zelf, maar wel de manier waarop het gebruikt werd. Ja. De spelling, zeg maar dan eigenlijk. Inderdaad, ja. Oké. Gebruiken jullie hoofdletters en kleine letters of niet? Ja, we gebruiken hoofdletters en kleine letters. We schrijven van links naar rechts, van boven naar beneden. Het alfabet is gemaakt met 1 klank, 1 letter principe. Ja, dat is natuurlijk leuk. Als je zo van nul begint, in plaats van een bestaand alfabet te importeren, dan kun je echt fonetisch werken. Hè? Ja. Dus eigenlijk al die letters die in alfabet zijn, beantwoorden aan de talige noden van het Armeens. Mm-hmm. En gebruik je niet... Sorry. Ja, er moet toch wel ook... Want het Armeens is al een oude taal, dus er zal wel onderweg toch iets veranderd zijn aan die uitspraak. Ja. Dan moet het schrift eigenlijk mee volgen dan. Ja. Dus het blijft eigenlijk een fonologisch schrift. Je schrijft dat je uitspreekt, ook als de taal verandert dan. Dan verandert het geschreven woord mee dan. Niet zo snel.
Ja, dat loopt meestal bij ons wel een beetje achter. Ja, er is altijd een brug tussen die twee, een afstand tussen die twee, waardoor dat we altijd spreken over literaire taal en gesproken taal. Daarnaast heb je ook meer dan 40 verschillende dialecten in het Armeens zelf. Dus het is niet zo evident om alles direct te veranderen naar gelang de taal evolueert. Ja, we hebben in België ook zo'n 40 dialecten, denk ik. Ja. Dat is inderdaad wel een realiteit. En net zoals hier West-Vlaams is het moeilijk om te begrijpen voor iemand die van Antwerpen komt. Het is hetzelfde in Armenië. Iemand die van Nagorno-Karabach komt te praten, in Jerevan gaat het moeilijk zijn om volledig te begrijpen waarover het gaat. En nog even over het schrift. Gebruiken jullie dezelfde interpunctie als wij? Een punt, een uitroepteken, een vraag? Nee, we hebben ook... een aantal zaken zijn hetzelfde, maar een aantal zaken zijn ook anders. Ja. Bijvoorbeeld een vraagteken is helemaal anders. Of uitroepteken, dat hebben wij... dat is een andere punctuatie. Nee. Die we gebruiken daar. Jullie roepen niet. Wij roepen wel, maar met een ander accent. En dat schrift, dat kun je gebruiken op je smartphone, op de... Voilà. Ja, een tijdje geleden was dat ook een probleem voor ons natuurlijk, maar ondertussen evolueert alles. En gelukkig kunnen we ook alles gewoon met ons gsm of met alles wat op Android of op Apple dingen functioneert, dat je dan allemaal hebt. Ik schreef vaak, als ik voor Armeense vrienden schreef, dan schreef ik in het Armeens. Zijn er mensen... We waren op zoek naar iemand om over het Armeens aan te spreken, ja? En ik ben dan gaan zoeken naar Armeens leren. Ik dacht, misschien zijn er wel mensen die taal willen leren. En dan heb ik inderdaad iemand gevonden. Ik denk niet dat jij het was, ik weet het niet. Die Armeense les geeft. Maar wat voor mensen gaan Armeense les volgen? Ik zelf geef geen Armeense lessen, maar ik weet dat er inderdaad mensen, Armeniërs zijn die dat wel doen. Die Armeense les geven. Het kunnen zijn mensen die hier geboren zijn en die de taal niet meer machtig zijn, die graag willen leren. Het kunnen ook Vlamingen zijn die daarin ook interesse hebben. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld zou heel graag Armeens willen leren. Want jij zei net dat jullie een organisatie hebben die lessen aanbiedt aan de eigen mensen. Dus daarvoor hoef je dan eigenlijk niet naar een externe taalschool of zo. Nee. En ik denk dat het wel niet zo simpel is om te leren. Ik bedoel, de klanken zijn... toch voor een stuk heel anders en dan sowieso een systeem van naamvallen de knie krijgen is moeilijk, denk ik, om daar een automatisme in te krijgen. Hè. Wacht, jij hebt Nederlands geleerd? Ja, hier. Ja, en was dat voor jou dan heel moeilijk om Nederlands te leren? Ik vind Nederlands een van de moeilijke talen. Ik kan Frans, Engels, Russisch, Armeens, maar ik moet zeggen dat het Nederlands heb ik meest moeite gehad om Nederlands te leren. En wat was er dan zo moeilijk? Ik vind de uitspraak van sommige klanken heel moeilijk. En nog steeds, als ik praat, hoort iedereen dat ik toch wel een ander land kom. De uitspraak vind ik het moeilijk. En zinsbouw. Ah, woordvolgorde, ja. Ja, in het Armeens is het heel flexibel. Je kan... Ah ja, jullie hebben aanvallen. Zetten waar je wilt. En het zal grammaticaal altijd correct zijn. Het is gewoon dat het accent valt op iets anders. Op de persoon die de actie uitvoert, op de actie zelf of op de omstandigheden. Maar op zich, grammaticaal blijft het correct en mensen kunnen jou verstaan. Terwijl in Nederlands moet je echt goed nadenken welk woord waar in het zin moet gezet worden. Anders is dat... niet correct. En heel vaak is het ook moeilijk voor de mensen om te verstaan van wat wil je nu zeggen. En voor mij, nog steeds, is het niet zo evident. Eigenlijk de hele manier van denken moet veranderen om te kunnen praten in het Nederlands. De voorbije maand of zo toch regelmatig in nieuws geweest wat daar is gebeurd in Nagorno-Karabach. Ja. En die regio of dat deel van de
Armeense taalgemeenschap. Is er een groot verschil eigenlijk tussen dat officieel heet het blijkbaar Republic of Artsakh? Ja. Hoe zit het daarmee? Hoe groot is dat eigenlijk en hoeveel mensen wonen daar? En... Het is ongeveer even groot als provincie Antwerpen. En er woonden net voor deze conflict 150.000 Armeniërs. Nagorno-Karabakh of Artsakh in het Armeens heeft altijd een deel van Armenië gemaakt. En het was ook altijd grotendeels door Armeniërs bewolkt. Nu, tijdens de Sovjet-Unie heeft Stalin beslist dat een aantal stukken van landen moeten aan een ander land gegeven worden. Zo hebben we Nachitjevan en Karabach aan Azerbeidzjan moeten geven. Gelijkaardige situaties zijn gebeurd ook in andere Sovjet-republieken. Nu, de laatste jaren van de Sovjet-Unie hebben de mensen die in Nagorno-Karabach wonen, ze wilden eigenlijk onafhankelijk worden. En daar groeide ook heel nationalistische gedachtegang in Azerbeidzjan zelf en in Baku, in Sumgait, in Kirovabad. In die tijd zijn er ook pogroms geweest waarbij heel veel Armeniërs zijn vermoord. In Sumgait alleen rond 30.000 mensen zijn vermoord. Dus Karabach wist op dat moment ofwel moeten ze voor zichzelf vechten, voor eigen onafhankelijkheid, ofwel weten ze wat het volgende gaat zijn. Over welke periode hebben we het dan eigenlijk? Het is begonnen ergens vanaf 1988. In 1991 heeft Karabach net voordat Azerbeidzjan zich onafhankelijk heeft verklaard, voordien al referendum gehad en gezegd wij willen onafhankelijk worden. En vanaf 1992 is eigenlijk oorlog losgegaan tot het staakt het vuren in 1994. Sinds 1994 tot nu toe was het relatief rustig. Af en toe waren er kleine oorlogjes tegen elkaar. Nu in 2016 in april was er opnieuw zo 4 dagen echt hevige gevechten. En nu deze zomer was er opnieuw opflakkering van het conflict. En nu in september is het opnieuw begonnen, maar deze keer met veel hulp van Turkije voor Azerbeidzjan. En het resultaat is dat we eigenlijk de oorlog verloren hebben. En hoe zit het dan met de Armeniërs en de Armeenstaligen die daar wonen? Die moeten daar nu weg of mogen die daar blijven? Ja, de territories die naar Azerbeidzjan zijn teruggegeven op dit moment. Mensen moeten hun huizen verlaten. Er zijn op dit moment heel veel vluchtelingen in Armenië zelf vandaar. En ik veronderstel dat een aantal zal ook Armenië verlaten en naar Europa of naar de Staten proberen te vertrekken. Ja, de mensen gaan ook hun eigen huizen in brand steken voordat ze weggaan. Het is ook echt heel verschrikkelijk eigenlijk. Als je ziet dat de mensen daar jarenlang, 30 jaar of zelfs meer tijdens de Sovjet-Unie van alles geïnvesteerd hebben en dat ze dan nu met hun eigen hand in brand steken, want zij weten dat dat gewoon gaat vernietigd worden. En je ziet nu ook al video's verschijnen op sociale media waarin Azeri mensen kerken vernietigen of culturele standbeelden en van alles vernietigen. Dan begrijp je ook waarom dat die mensen zelf hun eigen woonst in brand steken voordat ze vertrekken. Dus ja, nu schrijnende toestanden. Zijn daar geen oude gebouwen die cultureel erfgoed zijn of zoiets? Die in principe beschermd zijn? Er zijn heel veel gebouwen daar. Heel veel kerken van 9e eeuw, van 11e eeuw, van 13e eeuw. Beschermd. Ik denk niet dat er een aantal waren beschermd op niveau van UNESCO. Nu wordt er wel beroep gedaan naar UNESCO toe met de vraag om die monumenten effectief als cultureel erfgoed te beschouwen, waardoor dat zij toch een beetje beschermd kunnen worden.
Maar bijvoorbeeld de kerk in Shushi werd 2 maal op dezelfde plaats gebombardeerd met een heel hoge precisie. Dan denk je, oké, die gaan gewoon een kerk bombarderen. Van ja, 19e eeuw bijvoorbeeld, die kerk zelf. Ja, het is... Want als ik het goed begrepen heb, de oudste kathedraal ter wereld staat ergens bij jullie, hè? Ja, dicht bij Yerevan, niet zo ver van Yerevan, in Echmiadzin. En het is een kathedraal gebouwd in 302. Dus het jaar nadat wij christendom als staatsreligie hebben genomen. Ja, het lijkt mij een beetje een situatie zoals in het noorden van Syrië. Zo, hè. Dat, ja. Om misschien toch op een iets vrolijkere noot te eindigen. Ja. Jullie organisatie, ja, nu momenteel zal er sowieso niet veel mogen gedaan worden, maar jullie organiseren in normale omstandigheden waarschijnlijk ook wel activiteiten, neem ik aan. Ja, en is dat dan toegankelijk voor buitenstaanders of is dat alleen voor de eigen gemeenschap? In principe is het toegankelijk ook voor andere mensen die interesse voor hebben. Maar op dit moment, dit jaar is inderdaad alles op laagpitje, ook door de corona natuurlijk. Maar ja, soms worden er sessies georganiseerd rond een of andere thematiek die mensen interesse voor hebben. Dat kan cultuur zijn, dat kan economie zijn, dat kan de taal zijn. Concerten organiseren wij zelf niet, maar van de school zelf, een of ander klein concertje voor de ouders, maar dan kunnen ook mensen van buitenaf ook komen kijken. De laatste jaren zijn wij ook inderdaad passief. Ardia VZW heet de organisatie, hebben jullie een website of zo? Nee, we hebben eigenlijk geen website. We zijn daaraan begonnen om te werken, maar... Dat moet nog komen. Ja. Wat ik wel vind, is een website van de Armeense Apostolische Kerk in België. Ja. Dat is precies wel mooi, want die hebben zo per stad een pagina. Ik neem aan dat jullie zo een van de christelijke, maar niet katholieke geloofsgemeenschappen zijn die in bestaande kerken meevieren. Of hebben jullie... Er is één gebouw van ons in Brussel. Ja, in Brussel, maar in de andere steden hebben we geen één gebouw voor kerken. En we hebben inderdaad van katholieke kerken. In Antwerpen, in Mechelen zijn er regelmatig vieringen die worden gedaan door Armeense priesters. Ja, en in Brussel is dat vlak, is dicht bij het Noordstation, niet? Ik denk het wel, ja. Inderdaad. Oké. Ja, jullie hadden geen website, maar jullie hebben wel een Facebookpagina, dus die kunnen we misschien wel meegeven. Dat is Ardia VZW. Ja. Gewoon... Oké. Voilà. Ik heb eigenlijk zo direct geen vragen meer, Is. Ja? Nee hoor. Oké. Ik weet niet of dat jij zelf nog iets kwijt wilt. Niet specifiek. Ik wil u ook bedanken voor deze mogelijkheid. Het was niet zo evident. Graag gedaan. Bedankt, Marja, voor uw virtuele aanwezigheid in de studio vandaag en het uitgebreid over Armenië en het Armeense hebben en de Armeense cultuur. Is, jij ook bedankt om er weer bij te zijn. Ja, jij ook, hè? Ja, bedankt aan mezelf dan. En bedankt aan alle luisteraars om te luisteren. Zo. Voilà, tot daar onze editie over het Armeens. Bij deze nog eens Maniac van de Ardia VZ2 bedanken. Om af te sluiten eens iets steviger. Een van de grootste muzikale exportproducten van Armenië, weinig mensen zullen dat misschien weten, maar is System of a Down. In de metalwereld heel bekend. Nu helaas, die zingen eigenlijk voor zover ik weet niet in het Armeens, maar in het Engels. Dus ik dacht, ik ga ter compensatie even op zoek naar echte Armeense metal. De System of a Down die effectief in het Armeens zingt. En ik heb die gevonden onder de naam Adana Projects om af te sluiten. Bij deze, dit was Babylonië. Tot de volgende.